Berde en het Goed bekronen vandaag hun langdurige samenwerking. Klanten van Berde kunnen al geruime tijd hun oude kleding inleveren voor een tegoedbon. De kleding wordt dan vervolgens ingeleverd bij het Goed. 2 keer per jaar is er zelfs een speciale actie. We willen jullie een cheque overhandigen. Je had 696 afgeleverde zakken. Hartstikke mooi, daar zijn we heel blij mee. Wij proberen hier al die mooie kleding die we voor jullie krijgen weer een tweede leven te geven. En samen maken we het goed. Fantastisch. 696. Mooie kwaliteit. Ja, we hebben vanaf 15 september tot en met 27 september hebben we een actie gehouden. Opgeruimd staat goed. Daarmee willen we stimuleren dat onze klanten eigenlijk zeg maar voor het nieuwe seizoen even plaatsmaken in een garderobe. En willen we eigenlijk de kleding een tweede leven gunnen. We hebben totaal 696 zakken opgehaald en die hebben we nu gedoneerd aan het Goed. We zijn heel blij met de kleding die we van Berde gegund hebben gekregen. Het is kwalitatief mooie kleding en ook zij als retailer leveren zo hun bijdrage aan een mooie circulaire economie. Alles wat bij Berde of in kledingcontainers wordt ingezameld, dat verdwijnt niet in de afvalbak, waar helaas nog steeds te veel ingaat. Onze actie werkt als volgt. De mensen kunnen eigenlijk zeg maar vanuit thuis een daarvoor bestemde kledingzak van het Goed in combinatie met Berde eigenlijk vullen. Op het moment dat ze die zak inleveren, dan ontvangt de klant 5 euro korting bij een volgende aankoop. En daarnaast hebben we echt gedurende die 2 weken geven de klant een Tony Chocoloni reep chocolade cadeau. Om eigenlijk toch te proberen te stimuleren dat om hem aan te zetten, om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Het is belangrijk dat die kleding bij ons in de winkel komt, omdat kleding, en met name fast fashion, een enorm grote milieu-impact heeft. Het is na de olie-industrie de meest vervuilende industrie ter wereld. En door kleding een tweede leven te geven, lever je een wezenlijke bijdrage aan hergebruik en daarmee een lagere milieuafdruk. Onze missie als het Goed is werk maken door hergebruik. Doordat wij kleding gegund krijgen, kunnen wij heel veel mensen uit achterstandssituatie, kansarmen, kunnen wij aan het werk helpen. Hier op de kledingsortering hebben wij ruim 100 mensen aan het werk die alle mooie krenten eruit halen en die voor onze winkels gereed maken. De zakken kunnen het hele jaar ingeleverd worden, maar we kiezen eigenlijk 2 momenten in het jaar waarvan wij denken van goh, dat zouden hele goede momenten zijn. Die kiezen we eigenlijk specifiek uit. Wij werken graag samen met retailers als Berden, omdat zij natuurlijk ook naar hun klanten toe textiel kunnen innemen, daarin zich als maatschappelijk verantwoord onderneming kunnen presenteren en wij hen kunnen ontzorgen door die kleding aan te nemen en een tweede leven te geven. Ja, de klanten reageren er eigenlijk heel erg goed op. We hebben daarom ook eigenlijk 696 zakken opgehaald. Ja, dus een mooie samenwerking voor ons. Maar wat ik begrepen heb, is het Goed ook heel blij met de kleding. Dus wat dat betreft is het een win-win-win situatie voor alle drie eigenlijk. Ik ben trots omdat wij dagelijks ons steentje proberen bij te dragen aan een betere wereld. Ik bedoel, dat is voor mij mijn persoonlijke missie om de wereld een beetje mooier te maken en mensen een tweede kans te geven.